इसी के अंदर ही हमने हुजूर का जिक्र तो ऐसा है कि बंदा सारा दिन सारी रात भी करता रहे, सुनने वाले भी दीवाने हो। और यकीन करें इतनी दूर आके जब आप लोगों की मोहब्बत को देखते हैं दिल को बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला ये आपका जज्बा शौक मोहब्बत इसी तरह सलामत रखे और हुजूर की निस्बत से हम इसी तरह मिलते रहें अल्लाह करे। और ये एक कलाम मैंने बड़ा आजकल बड़ा आपको मैंने देख लिया है और मैं इंशाल्लाह एक शेर एक जो मेरी बड़ी मकबूल आजकल एक नात है उसके अशार पेश करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह जो आपकी फरमाइश है वो इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। इसके बाद ख्वाजा साहब की बात है। जो मंगता उनका मंगता जो मंगता सुन
الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله حسين الله بسفر طون در اودر der Vorziener von aller Werelden, en liefde, vrede en oneindig zegeningen, zijn met zijn meest geliefde profeet, de eerste der schepping van Allah subhanahu wa ta'ala, het licht in onze harten, het licht in onze ogen, onze leider, onze pleiter, onze bemiddelaar, hij die onze harten doet herleven, Sayyidina Muhammad al Mustafa. Alhamdulillah, we zijn genaamd Tarisha al-Mutsar, hartelijk dankbaar. Ons vandaag dat hij vandaag onze harten heeft verlicht. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala zijn komst accepteren. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala inshallah Qadi Sahib zijn leven rijkelijk blijven zegenen. En ons allen voorzien van alle rijkdommen en successen van deze wereld en hier namaals. Vandaag is natuurlijk een dag van Eid, mashallah. Ook van harte welkom, Hazrat Allama Maulana Rafiq Roshanani Sahib. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala op zijn aanwezigheid accepteren. En ons altijd in zijn schaduw doen vertoeven. Alhamdulillah, Zin Kraan, het is natuurlijk ook vandaag een dag van vreugde, wat we gezamenlijk met jullie willen vieren. En als afsluiting namens het bestuur en alle vrijwilligers van Moskee Taqwa, wil ik u allen van harte danken voor al jullie moeite die jullie in de afgelopen jaren samen met ons hebben gedaan. Kijk, het is natuurlijk, als mens zijn, hebben wij natuurlijk bepaalde doelen in het leven, waarvan zonder uitzondering de belangrijkste doel is het dienen van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala is onze khalif en malik. En geen enkele daad dat wij doen op zijn pad zal Allah subhanahu wa ta'ala voor ons niet waardevol maken. Allah subhanahu wa ta'ala verkondigt in de Koran, hij zegt in tanzurullaha yanzurkum, dat als jij de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala helpt, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala jou in alle aspecten van jouw leven helpen. Subhanallah. En alhamdulillah, vandaag vieren wij natuurlijk 6 jaar het bestaan van Moskee Taqwa. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala deze moskee voor altijd doen staan. En in het bijzonder gedenken wij ook natuurlijk onze broeders die voor ons zijn heen gegaan. En in het bijzonder een van onze oprichters, Janaab Marhoum Maghfoor Al-Haj Sheikh Nani Khan. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala zijn graf verlichten, zijn graf verruimen, zijn graf parfumeren. En om een hoge plaats schenken in de Jannat al-Firdaus. Alle andere broeders en zusters die zijn heen gegaan. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala inshallah hen allen vergeven. Amen. En wij zijn natuurlijk ook alle andere vrijwilligers van haar zeer dankbaar. In het bijzonder ook onze voorzitter die vandaag achterin zit. Onze nobele leider, zeggen we altijd. Mashallah Haji Abdul Rashid Ghulam Nabi Sahib. Die zijn dag en nacht spendeert om ons allen... Om voor deze moskee te zorgen en ervoor te zorgen dat wij op een correcte en goede manier onze ibadat kunnen doen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala hem en zijn gezin rijkelijk zegenen. En in bijzonder ook, mashallah, de mensen die achter de schermen werken. Haji Mahmoudin Aladdin Sahib, onze secretaris. En alhamdulillah, mashallah, onze allrounder die hier vandaag naast ons zit. Mashallah, Al-Haj Nashad Hussein Sahib, die ook zich dag en nacht inzet. In het bijzonder ook. Voor de Mayyad groep en de Janaza mogen Allah subhanahu wa ta'ala zijn inzet accepteren. En het bijzonder natuurlijk ook, en dat moeten we natuurlijk niet vergeten, ik hou van lekker eten, dat kunt u aan mij zien. En het bijzonder danken wij natuurlijk ook ons keukenteam, die ons altijd goed voorziet van heerlijk eten. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen altijd de kracht blijven schenken om ons te blijven voeden, om ons innerlijk en uiterlijk te blijven voeden. En vandaag, mashallah, hebben we natuurlijk ook van harte genoten van de voordrachten van Karizaak. En dat kan natuurlijk niet zijn. Verlicht middels het organiseren van deze prachtige mahafil, Janaab Shahid Besarik Sahib, Janaab, de meeste mensen kennen hem als Haji One People. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala inshallah zijn inzet accepteren en hem rijkelijk beloven.